Ruim 1000 honden waren er te zien op de internationale tentoonstelling in de Houtrusthallen in Den Haag, georganiseerd door de kinologenclub De Hofstal. Beter kleine baas dan grote knecht, dacht deze kinoloog in de dop. En zijn Duitse dog vond het best. Het Friese ras was onder andere vertegenwoordigd door de Wetterhoen. Jachthonden waren er op deze show trouwens in vele soorten. Groot of klein, ze moesten allemaal bij de jury komen die de beoordeling van de keurmeesters afronden. Wie er ook aan hun trekken kwamen, dat waren de liefhebbers van de Ierse setters en de dashonden. Deze kortharige dwergdashond gooide hoge ogen bij de jury, die overigens ook veel waardering had voor een Italiaanse windhond en zijn grotere broers uit andere landen. De Haagse Kinologenclub kan terugzien op een geslaagd evenement.